De vier ijskarren van ijskoman Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren niet meer op het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de Hofvijver of het Lange Voorhout staan. Dat meldt mediapartner Omroep West. Tweede Kamerleden Henk Krol van Partij voor de Toekomst en Mustafa Amhouch van CDA spreken op Twitter hun steun uit voor ijskoman Moes. Ongelooflijk en compleet de weg kwijt hoe deze ondernemer wordt behandeld. Moes is al ruim 40 jaar een begrip op het Binnenhof. 80 Nederlandse gemeenten gaan het voorbeeld van Den Haag volgen in hun aanpak met schulden van inwoners. Onder meer Leiden en Rijswijk gaan schulden collectief regelen, waarbij schuldeisers gezamenlijk akkoord gaan met één plan van afbetaling. Door deze manier van werken kunnen mensen sneller hun schuld afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen helpen. Voor horecaondernemers uit de regio komt het nieuws over een nieuwe sluiting van de horeca als een schok. Dit is je grootste nachtmerrie, zegt restauranteigenaar René Bogaert tegen mediapartner Omroep West. Het kabinet wil de horeca helemaal sluiten en ook alle alcoholverkoop na 8 uur verbieden. Dat meldt bronnen aan RTL Nieuws en de NOS. De nieuwe maatregelen zouden 2 weken moeten gelden. Vooropgesteld, ik heb niets liever dan dat corona de wereld uitgaat. Maar voor ons is dit het allerslechtste nieuws dat je kan hebben, reageert Bogaert.